zijn in het jaar 2030. In het land is een hele strenge leider die allemaal rare wetten en regels bedenkt. Zo moet iedereen in het land achteruit lopen. Vandaag presenteert de leider zijn nieuwe regel. Vanaf nu lezen jullie alleen nog maar Donald Duckjes. Kom maar halen! Maar Bo was het niet met de leider eens. Hé, hey, jij! Waarom kon jij niet zo'n Donald Duckje lezen? Ik doe het niet! Ik ga geen Donald Duckje lezen en ik ga niet achteruit lopen. Wat is er? Wat gaat er gebeuren? Dat zie je vanzelf wel. Zo, wat denkt u er nu over? Had ik 10 jaar geleden maar een andere keuze gemaakt. Om te weten wat hier aan de hand is, moeten we even 10 jaar terug. In groep 8 was het de dag van de... klassenverkiezingen! Bij de klassenverkiezingen wordt per klas een klassenvertegenwoordiger gekozen. Moet dit echt? Ja, natuurlijk! Het is heel belangrijk om een klassenvertegenwoordiger te hebben. Er waren een paar leerlingen die graag klassenvertegenwoordiger wilden worden. Zij waren echte campagneleiders. Zoals bijvoorbeeld Sophie, Pierre, Jackson, Nick, Iris, maar ook Guus, de grootste kakker uit de klas. Op een paar leerlingen na mocht eigenlijk niemand hem. Zeg maar, hey Guus, waarom ben je dan de beste? Nou, en wat ik vooral al belangrijk vind, zijn kinderrechten. Ja. Welke kinderrechten vind je dan, zeg maar, het allerbelangrijkst? Nou, het belangrijkste vind ik het recht op lekker snoep. Hé, maar dat is volgens mij helemaal geen kinderrecht. Volgens mij ook niet. Er waren een paar leerlingen die alle plus- en minpunten opschreven en zo een goede klassenvertegenwoordiger probeerden te kiezen. Maar, wat vonden ze eigenlijk van Guus? Ja, hij heeft soms wel goede punten, maar sommige punten zijn echt raar. Volgens mij wil Guus zelf klassenvertegenwoordiger worden, om er maar zelf beter van te worden. Oh ja, daar heb je een heel goed punt. En terwijl de leerlingen nog even nadachten, gingen sommige kandidaten wel een stapje verder in hun campagne. Het is belangrijk dat jullie op mij stemmen, want veilig voelen is het belangrijkste. Dus mijn naam is Sophie en stem op mij! Stem op Nick. Ja, dag. Er was één iemand met het beste plan om iedereen op hem te laten stemmen. En dat was... Guus! Wie weet dat wij snoep zo lekker vinden? Hallo? Guus? Snoepje? Het enige ding dat jullie dan hoeven te doen, is op mij stemmen. Maar natuurlijk stemmen we op jou, Guus. Je bent toch de beste. Die anderen waren gewoon zo slecht. Geen schoolfruit meer. Wie bedenkt dat nou? Ja, dan zijn jouw plannen veel beter, Guus. Ja, alleen maar Donald Duckjes lezen. Dat is toch een geweldig plan. En het allerbelangrijkste. Jij bent de enige die voor kinderrecht is. Wie totaal geen fan was van Guus, was... Bo! Ja, dat trap ik dus echt niet in. Hè, is mijn plantje weer mislukt. Om alle leerlingen echt te overtuigen, maakten alle kandidaten die avond een promotiefilmpje. De volgende dag was het tijd om alle filmpjes te gaan bekijken. Ik vind veiligheid heel belangrijk. Dus stem op mij als je het veilig wil hebben. Jullie willen toch ook... Maar de filmpjes waren stuk voor stuk erg saai. Wil je meer rekenen, taal en spelling en lezen? Stem dan op mij. Als je meer vrije tijd of sport wil, stem dan op mij. Als je vindt dat het best moet stoppen, stem dan op mij. Yeah! Oh, heel leuk filmpje, ja. Heel leuk. Over het laatste filmpje wat ze bekeken, waren ze echt onder de indruk. Deze is echt goed. Ik heb alleen maar pluspunten. Ja, hij is echt gewoon fantastisch. Hij heeft het zelfs over de kinderrechten. Deze kreeg voor mij echt veel pluspunten. Volgens mij is diegene echt een goede klassenvertegenwoordiger. Wie vond het eerste filmpje het allerbest? Ja, ik vond het heel goed. Wie vond het tweede het best? Ik. Wie vindt het derde het best? Wie vond de allerlaatste het best? Ja, ik vond het echt goed.
denk dat dit dan de klassevertegenwoordiger wordt? De leerlingen en de juf vroegen zich natuurlijk wel één ding af. Van wie was dat fantastische filmpje, die allerlaatste? Van mij. Jullie mogen nou even overleggen over wie jullie het best vinden. En daarna mogen jullie je stem uitbrengen. De meeste leerlingen uit de klas zaten met hetzelfde probleem. Ik weet het niet hoor. Hij heeft bij mij ook heel veel pluspunten. Alleen, ik weet niet of ik moet stemmen op iemand die ik echt niet mag. Nou, Guus heeft maar één papiertje met al zijn ideeën erop. Dat is wel een beetje weinig. Maar zijn ideeën waren wel heel erg goed. Hij had een hele goede video en gratis snoep, dat is toch fantastisch? Even later in de klas werd de klassevertegenwoordiger bekendgemaakt. We hebben gekeken wie de beste is en we hebben besloten dat... Guus de klassevertegenwoordiger is. Ondanks dat de meeste kinderen hem niet mochten, werd Guus met zijn goede plannen de klassevertegenwoordiger. Een paar weken later blijken de praatjes en plannen van Guus erg tegen te vallen. Hij komt helemaal niet op voor de klas. Hij denkt alleen maar aan zichzelf. Ja, hij regelt niks voor de hele klas. Nee. Volgens mij wil hij alleen de leider zijn. Ja, zo. Echt. Juf, we zitten ergens mee. Ik ben er altijd voor jullie. Nou, het gaat over Guus. Onze klassevertegenwoordiger. Wat is er mis mee? Guus regelt helemaal niks voor de klas. We zouden eigenlijk een klasfeest hebben, maar dat heeft hij helemaal niet geregeld. En wat is er dan nog meer dan? Volgens mij wil hij alleen maar de baas zijn, maar voor de rest helemaal niks regelen. Maar jullie hebben hem zelf gekozen als klassevertegenwoordiger. Maar hij doet zijn taken echt heel erg slecht. Dan hadden jullie een andere klassevertegenwoordiger moeten kiezen. Ik kan er niks aan doen. Echt balen. Ja, maar gelukkig zitten we maar 1 jaar aan hem vast. Wat zeggen jullie? Dat we maar 1 jaar aan Guus vastzitten en daarna niet meer? Hoe bedoel je voor 1 jaar? Guus is de beste klassevertegenwoordiger en hij zal er altijd blijven. Precies! Ik weet niet. Maar volgens mij valt het best wel mee. Ja, inderdaad. Guus is de beste! 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 Oh Guus, mogen wij nog 1 keer in een bak water duwen? Wow, vind je nog steeds dat ik geen goede leider ben? Nee, ik haat je! Hey, ja, deze kinderrechtenfilm is voorbij. Of, nou, niet helemaal voorbij, want we hebben nog een hele toffe website. Met allemaal informatie over het Kinderrechtenfilmfestival. Bijvoorbeeld hoe je mee kan spelen in een kinderrechtenfilm. Ik heb ook nog de bloopers voor je, dus daar gaan we eerst even naar kijken. En daarna onze website... checken. Volgens mij wil Guus alleen maar klassevertegenwoordiger. Wat? I have a dream om klassevertegenwoordiger te worden. Ja, maar ik ben... Geen schoolvrouw meer. Hij heeft het zelfs over de kinderrechten. Deze kreeg... Deze meisje, hij heeft dat gevoel. Volgens mij is diegene echt een goede klassete. Wat is het voor jou? Nee, voor jou. Heel goed, ja, netjes. Goed. Oh, nog een keer. Gaat die mannen? Echt baan, hè? Ja. Oké. Gelukkig zitten we maar met één. Dit is een blooper. Echt om de... Stalletje Illy. Yes. Illioot. Illioot. Uitgevonden Illioot. Yeah.